Goedendag. Het is vandaag echt wel wat onstuimig. Veel wind aan zee, mooie plaatjes hier, wel veel grijze lucht. Er valt ook af en toe neerslag en die regen, ja, morgen zal het toch ook nog wel nat zijn. We zien wel een weersverandering, want volgende week krijgen we echt met een ander weerbeeld te maken. Dan wordt het wel weer een beetje meer winters, met ook vorst in de nachten. En ook duidelijk wat droger weer met minder wind. Zoals gezegd, dit is vandaag. Laten we eens gaan kijken hoe het er de komende dagen uitzien. Dat doen we aan de hand van het Amerikaans model. En als we de kaarten oppakken op donderdag, dan zien we een lage drukgebied boven de Baltische Staten. En hoge druk ten westen van Frankrijk. En daartussen in die noordwestelijke stroming. En daar is dus een storing aanwezig. En die brengt morgen van tijd tot tijd regen of motregen. Dat hoge drukgebied, dat komt langzaam maar zeker wel iets meer naar het noorden toe. En dat betekent dat vrijdag en zaterdag er wel overwegend droog gaan verlopen. Maar er kan nog wel af en toe een storingje passeren. Met name op zondag is dat het geval. Dan zijn we aangekomen bij de kaart van dinsdag. En dan zien we, en dat zien we eigenlijk al vanaf maandag gebeuren, heel duidelijk een hoge drukgebied ontstaan boven de Baltische Staten en Rusland. En dat zorgt dan voor een oostelijke stroming. En met die oostelijke stroming wordt echt wel wat koudere lucht aangevoerd. En dat betekent dat de nachten ook kouder gaan worden. Wat ook opvalt is dat dat hoge drukgebied een uitloper heeft richting de Noordzee. En dat zorgt ervoor dat storingen niet al te dichtbij kunnen komen. En de kans op neerslag ook niet al te groot is boven land. Boven zee kan er natuurlijk wel van tijd tot tijd neerslag vallen. Dit is de oplossing van het Amerikaans model. Het Europees model, dat verschilt niet eens zo heel veel. Het grote verschil met het Europees model is dat het hoge drukgebied zuidelijker ligt, waardoor wij meer met een zuidelijke tot zuidoostelijke stroming te maken gaan krijgen. Maar dat neemt niet weg dat ook dan wat koudere lucht onze kant op kan komen. Belangrijkste factor is dus dat het hoge drukgebied voor rustiger weer gaat zorgen, waardoor de zon wat vaker gaat schijnen, maar dat de nachten dus ook echt wel kouder kunnen gaan worden, omdat het dan vrij helder is. In de bovenlucht kunnen we overigens ook goed zien dat die koude lucht wat meer nabij gaat komen. We hebben hier nog steeds te maken met die west-noordwestelijke stroming. De koude lucht die bevindt zich boven het oosten van Europa. En dit is eerst milde lucht die vrijdag en ook in het weekeinde nog bij ons aanwezig is in de bovenlucht. Kortom, dan zal het nog niet heel erg gaan afkoelen. Maar volgende week dan komt die koude lucht vanuit het oosten wel wat meer dichterbij. En ook in de bovenlucht zal het dan sterk gaan afkoelen. En dat betekent dat we minder wolkenvorming gaan krijgen in deze situatie en dat het dus ook echt wat kouder gaat worden. Gaat ook voor flink wat sneeuw in de Alpen zorgen bijvoorbeeld als die koude lucht daar aanwezig is. Echt wel een ander scenario volgende week. Voor het zover is, hebben we eerst nog te maken met veel bewolking. Morgen bijvoorbeeld, dan is het een bewolkte dag met van tijd tot tijd regen of motregen en temperaturen tussen de 8 en de 9 graden. Dat is gewoon zacht voor deze tijd van het jaar. De wind waait uit het noordwesten en is matig tot vrij krachtig. En vrijdag en zaterdag, ja, waarschijnlijk is het dan wel overwegend droog, maar is er nog steeds veel bewolking aanwezig. Hebben we nog steeds met die westelijke winden te maken en blijft de temperatuur hoog. Met de pluim is dat ook goed te zien. Als we die eens even van dichtbij gaan bekijken, dan zien we eigenlijk dat tot en met maandag dat weerbeeld zacht blijft. Dit is de 0 graden lijn. Temperatuur blijft daar ruim boven. En de verwachting ziet er ook heel zeker uit, want we zien nauwelijks marge rond die rode lijn. Met andere woorden, de zekerheid is hoog. In de tweede helft van de pluim zien we wel meer onzekerheid. Maar dat is dan ja, eigenlijk meer de onzekerheid van hoe koud gaat het precies worden. Want de structuur van die lijn die is wel duidelijk. Dat noemen we een zogenaamd zaagtandstructuurtje. En dat betekent, als ik het potloodje aanzet, dat we met stralingsnachten te maken gaan krijgen en dat het echt wat kouder wordt in de nachten. Vorst dus ook, hè, want dit was die 0 graden lijn. We gaan misschien wel naar matige vorst een paar nachten. En overdag zijn er ook flinke zonnige perioden zoals het er nu naar uitziet. En dat speelt zich dan met name af in deze dagen. Qua neerslag, ja, dat ziet er dan ook anders uit. We hebben dus nu nog te maken met die regen woensdag. Ook donderdag is een dag dat de neerslagkans groot is. Dat heb ik u laten zien. Daarna wat droger weer. Zondag komt er ook nog wel even een storingje voorbij. Wat waarschijnlijk voor neerslag gaat zorgen. En dan de dagen in volgende week, vanaf dinsdag zo'n beetje. Ja, dat zijn toch wel dagen dat we rekening moeten gaan houden met de zon. Dat het er allemaal wat vriendelijker uit gaat zien. Maar dat met name de nachten echt wel een stuk kouder zijn. Nog een fijne dag. Thank you.